Het boek Mens en Machines vertelt de evolutie van het loonwerk in de landbouw. We situeren het begin van het loonwerk midden 19e eeuw, toen rijke boeren werkvolk vroegen om de eerste mechanische landbouwmachines te bedienen. Je ziet aan einde 19e eeuw dat niet alleen de rijke boeren van die grote tuigen aanschaffen, maar je ook steeds meer echt loonwerkers, eigenlijk ondernemers, die zelf zo'n tuig, zo'n dorsmachine, en ook de aandrijving, een stoomlokomobiel, aanschaffen en dan zelf van boerderij tot boerderij trekken. Het zijn niet alleen de boeren niet meer, de rijke boeren, maar dus ook ondernemers, de echte loonwerkers. En eigenlijk is er dan in heel die eerste helft van de 20e eeuw zelfs, gebeurt er niet zo heel veel. In die zin dat men vooral nog inzet op dat mechanisch dorsen, dat loonwerk quasi gelijk staat aan het dorsen van het graan. Tot dan werkten alle machines op stoom. Maar vanaf 1920 werd er meer en meer beroep gedaan op tractoren of stationaire motoren als aandrijving. Later, na de Tweede Wereldoorlog, zag je een grote verschuiving van gemechaniseerde naar gemotoriseerde voertuigen. En dat zorgde ervoor dat de tractor niet alleen gebruikt werd als aandrijving, maar ook als voertuig om het land te bewerken. Die factor samen met de schaalvergroting van landbouwbedrijven zorgde voor een enorme groei in de Belgische landbouw. Tractoraantallen stijgen spectaculair, verdubbelen elk jaar. Dan praten we over 4000 in 1950, 8000 twee jaar later, 16.000, 32.000, 50.000 in het begin jaren 60 al. Dus dat is een enorme stijging met het aantal tractoren. En ook voor de loonwerkers was het enorm interessant voor hun dorsmachines, want nu hadden zij geen paarden meer nodig om dus die dorsmachines van boerderij tot boerderij te trekken, maar hadden zij hun tractor die machine ook konden trekken van boerderij tot boerderij. Dus ze hadden en hun aandrijving en hun vervoermiddel tegelijkertijd. Die expansie bleef doorgaan tot zich een nieuw probleem voordeed. Maar dan zie je dat zo midden jaren 70 men geconfronteerd wordt met ja, misschien wel te veel van die tuigen. Dat men aan overmechanisering toe was. En dat men niet langer meer steeds meer tuigen moest maken, maar misschien wel meer performante tuigen. Dus tuigen die betere prestaties leverden en ook verfijnder werkten. Dan praat ik over meer maaibreedte bijvoorbeeld, meer tonnage per hectare, grotere snelheden, maar ook een preciezere werking. Er gaan nog wel grotere tuigen verschijnen. Er gaat ook nog eens een zekere vergroting, schaalvergroting op het veld, dus dat men toch wel meer gaat kunnen en sneller gaat kunnen bewerken. Maar het gaat absoluut gaan in de richting van precisie. Met de nieuwe technologie van GPS, van informatica, gaat men veel meer exact kunnen weten wat men gedaan heeft, wat men moet doen en wat men ook naar de toekomst toe moet doen. Dus daar gaat volop ingezet worden, de precisielandbouw en precisiewerktuigen en machines. Daar, dat is iets dat de loonwerker zeker in de toekomst nog meer en meer gaat moeten naartoe gaan. Ja.